Ik wens iedereen op de eerste plaats een gezond en een heel gelukkig 2014. En ik wens daarbij dat we met elkaar een solidariteit kunnen brengen voor de mensen die dan wat minder hebben. Van harte welkom bij De Wellen in Beeld. 3FM-dj's sluiten zich een week lang op in een glazen huis zonder eten, om geld in te zamelen voor het goede doel. Onze jongeren sloten zich voor hetzelfde doel een week lang op in het jongerencentrum, zonder te eten en zonder te roken. Zometeen om 8 uur draaien we de deur open, dat doen wij zelf. En dan mag je naar buiten vliegen, mag je die perk opsteken en frisse lucht gaan halen. 24 uur opgesloten zitten. Hoe was dat? Ja, heel zwaar. Ja, de uitdaging was om niet echt te gaan roken. Maar toch, die uitdaging is niet helemaal gehaald. Maar ook het niet eten was ook wel zwaar. De laatste paar momentjes. Maar in het begin had ik daar geen last van. Nu hebben jullie samen opgesloten gezeten. Met hoeveel personen zaten jullie opgesloten? Volgens mij 25 of zo. Ja, ik weet niet precies het aantal, maar behoorlijk wat mensen. Maar dat is juist wel gezellig als je met 24 uur met elkaar zit opgescheept. Dus. En de manier waarop, voor het goede doel, wisten jullie welk doel het was? Volgens mij was het voor het doel diarree, had ik goed begrepen. Want daar maakte ik net nog een grapje van, want als ik straks thuis kom, denk ik dat van een broertje wel aan diarree ben. Nadat ik niks gegeten had. Dus volgens mij was het daarvoor bedoeld. Heel goed. En wat heeft dat opgeleverd vandaag? Ja, een behoorlijk groot geldbedrag. En ja, daar hebben we heel lang van gespaard natuurlijk. Maar zou ik het al willen? Ja, ja? Ja, 1.308,37 cent. Toch? Netjes, ja. Ja. Is dat alleen van vanavond of van deze 24 uur? Of zijn er nog meer acties voor geweest? Per individu hebben we geld opgehaald, ja, voor sponsors. Maar we hebben ook via internet konden mensen nog extra geld geven voor het goede doel natuurlijk. Dus we hebben eigenlijk op verschillende manieren, maar toch een beetje in één. Nu hebben jullie de hele 24 uur hier gezeten. Was het met plaatjes? Hoe ging dat? Ja, nou, in het begin was de uitleg wat die avond de bedoeling was en... Ik begreep dat ze vorig jaar zonder activiteiten hebben gedaan en dit jaar hebben ze met activiteiten gedaan, zoals bingo, ja, playback show zou er zijn en achter het gymnastiek. En ja, zo hebben we de 24 uur kunnen vullen.
Waren er ook de jongere werkers, zijn die ook 24 uur bij jullie gebleven? Ja, sommigen wel en sommigen die gingen ook nog wel slapen. Zoals een Robert, die sliep nog wel aardig vast. En een Michel Sink ook nog wel. Die sliep nog wel graag. Maar er is de hele nacht wel controle geweest van de werkers voor jullie? Ja, dat sowieso. En hebben netjes op ons gelet en zorgden als er een kleine als iets aan de hand was, dat hun gelijk ingrepen. De familie van jullie, die zal ook heel trots zijn, neem ik aan. Ja, mijn vaders reactie was als eerste instantie, lekker rustig 24 uur. Maar hij zat me toch wel even te sms'en of het allemaal wel goed ging, dus stiekem. Ja. En is het ook iets om het volgend jaar weer te doen? Ja, ik zou volgend jaar, als we weer iets zo gaan doen, zou ik volgend jaar zeker weer meedoen. En dan wel echt niet gaan roken. Dus weer een uitdaging voor volgend jaar. Gaan jullie het geld nu zelf ook nog wegbrengen of wordt het overgemaakt? Dat weet ik eigenlijk niet. Voor mij werd het via de website overgemaakt, want het is nog wel een stukje rijden naar Leeuwarden. 600 mensen mag de Welle tot haar vrijwilligersclub rekenen. Om deze inzet te waarderen is er dit jaar van alles voor ze gedaan. Hoeveel vrijwilligers zijn er actief binnen de Welle? Binnen de Welle en dan de gemeente Hellendoorn zijn bijna 600 vrijwilligers actief. Dat kan dan zijn wekelijks of een paar keer per jaar of zelfs dagelijks. Welke taken voeren zij uit? Dat is heel divers. We hebben op het gebied van ouderenwerk heel veel vrijwilligers. Dat zijn dan mensen bijvoorbeeld die even buurten rondbrengen 4 keer per jaar. Dat zijn seniorenvoorlichters, belastinginvullers, kokers, gastdames, gastheren in een team, activiteitenbegeleiders, noem maar op, heel veel. Er wordt ook zo af en toe een dankjewel gegeven. Waar bestaat dat uit? We hebben daarvoor diverse onderdelen binnen de Welle. Wij proberen zeg maar ook de waardering uit te spreken. Eén onderdeel is de jaarlijkse vrijwilligersdag. Die is altijd in het voorjaar. Afgelopen jaar zijn we bijvoorbeeld naar Den Wilgeweerd geweest. Daar komen dan zo'n 200 vrijwilligers op af. Want niet iedereen komt daar dan naartoe. Dat hoeft ook niet. Het is geen verplichting. Op de jaarlijkse vrijwilligersdag worden ook de jubilarissen gehuldigd, dus die krijgen dan een geschenk. Dus als je 5 of 10 of 15 jaar vrijwilligerswerk doet bij Stichting De Welle, dan krijg je een attentie. Dan hebben we nog een regel eigenlijk, dat elke groep vrijwilligers, die kunnen een budgetje aanvragen. Dat is gewoon een kleinigheidje per groep, waar zij dan iets leuks voor kunnen doen. Bijvoorbeeld samen lunchen of gewoon een gezellige middag organiseren. Zo hebben we met de Welle in Beeld vrijwilligers afgelopen vrijdag zijn we uit eten geweest. Ik ga met de vrijwilligers van Even Buurten even lekker bowlen bijvoorbeeld. Dus dat gebeurt. En we hebben met kerst aan het eind van het jaar een attentie voor alle vrijwilligers. Nu moet er behoorlijk wat bezuinigd worden. Gaan deze attenties dan nog wel door volgend jaar? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Ik heb toevallig ook deze week een afspraak staan met de financiële administratie. Om te kijken van wat is nou het beleid voor volgend jaar. Hè? Wat kan daarvan uitgegeven worden aan vrijwilligers? Wat vaststaat is dat de vrijwilligers voor ons heel belangrijk zijn. We kunnen niet zonder vrijwilligers, dus die zijn echt onmisbaar voor ons. En daar willen we heel veel waardering voor uitspreken. Of het nog in hetzelfde kan, hetzelfde formaat als dit jaar, is de vraag. Maar dan moeten we het misschien in het iets kleinere zoeken. Maar we hopen wel dat iedereen zich gewaardeerd blijft voelen. Dat is wel de insteek. Er is dit jaar een bijzondere kerstattentie rondgebracht. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, hij is dit jaar inderdaad bijzonder, omdat het anders ging dan de voorgaande jaren. De voorgaande jaren hadden we ook heel goede samenwerking met de Wereldwinkel. Hadden we een mooi pakketje. En dan konden de mensen die in een van de social ruimtes zelf opkomen halen. Dit jaar hebben we de samenwerking gezocht met een lokale ondernemer, Renata Delicatessen. En we zijn, en dat is wel heel uniek, we zijn met alle medewerkers van de Welle, stagiaires, maatschappelijke stagiaires en alle personeel, zijn we langs de deur gegaan en hebben we huis aan huis een mooie kerstkaart met een chocolaatje, een uitnodiging voor een nieuwjaarsreceptie en een waardebon afgeleverd met de kerstwensen en de hartelijke bedanken. En die kunnen ze dan inleveren bij Renata en dan krijgen ze een lekker pakketje met lekkere dingetjes voor terug. Hoe zie je voor volgend jaar het werk met de vrijwilligers? Vrijwilligers die zijn gewoon dermate belangrijk. Er komt steeds meer druk natuurlijk ook op vrijwilligers te liggen. We hopen voornamelijk dat het gewoon nog steeds leuk blijft om te doen. Dat ze het leuk vinden om voor de Welle vrijwilligerswerk te doen. Dat is de insteek en kunnen altijd meer bij. Iedereen is welkom. En we blijven zoeken naar mogelijkheden om de vrijwilligers de waardering te geven waar ze die ze verdienen. Dankzij Stichting Ondersteuning Senioren kon de Welle een nieuwe koersbalmat en een statief voor de Welle in Beeld aanschaffen. Tevens zijn er gymmaterialen voor Marle gekocht. Waarvoor hartelijk dank.
Het jongerenwerk organiseerde verschillende activiteiten, waaronder een Zumba breakdance workshop en een graffiti workshop. Het jongerenwerk in het algemeen. Jullie doen behoorlijk wat met de jongeren. Wat zijn de voornaamste dingen die jullie doen? Nou ja, wat we voornamelijk doen is een aantal zaken die uit een aantal takken bestaan, zeg maar, op dit moment. Dus het accommodatiegebonden, dus hier waar we nu zijn, in het jongerencentrum. Het ambulante jongerenwerk wat we hebben. En ik schaal ook het sportbuurtwerk onder van Michel Zink, collega van ons, die daarmee bezig is. Nu hebben jullie hier een ruimte voor jongeren specifiek. En wat mij dan heel erg opvalt is, kunnen jongeren met een lichamelijke beperking wel naar boven? Nee. En toen wij anderhalf jaar geleden hier inkwamen, 15 juni zijn wij opengegaan, 2012. Toen hebben wij ook met de themagroep zoveel van de WMO, de gehandicapten platform, hebben we het daar ook over gehad. En alleen, ja, op dat moment was er ook vanuit die groep geen behoefte daarvoor om gebruik te maken van het jongerencentrum. Dus dat is één. En wil je die voorziening wel maken, dan kost dat zo'n inzettende investering. Ja, dat geld dat hebben wij gewoon niet. Maar ik ga hoogst persoonlijk mensen naar boven dragen als nodig is. Dat beloof ik. Oké, dus die kunnen zich dus ook aan gaan melden om hier naartoe te komen? Nee, je hoeft niet aan te melden. Gewoon langskomen. En weet je, we zijn zes dagdelen in de week open. 3 middagen, 3 avonden. En niemand hoeft zich aan te melden. Je kunt hier gewoon binnenkomen. Als de deur open is, zijn we, dan kom je gewoon binnenkomen. Onze jongerenwerkers Bas en Robert hebben een speciale oproep voor alle jongeren in de gemeente Hellendoorn. Wij gaan op Oudjaarsdag, zeg maar, dit jaar nog 2013 dus, met de vuurwerkbus op pad. En dat is vanaf 10:00 tot 5:00 de hele dag. En mocht jij nou het leuk vinden om de vuurwerkbus te zien en dat we langskomen met... wat nemen we eigenlijk mee? Ja, we komen niet meer lege handen. We nemen net als andere jaren rookworst mee en warm chocolademelk en koffie en thee. Ja. En ben jij met een groepje vrienden of vriendinnen vuurwerk aan het afsteken en jij denkt, hé, maar daar heb ik wel zin aan. Dan komen we daarmee langs, inclusief aansteken rond de vuurwerkbrillen. En als je geluk hebt, komt de burgemeester ook nog mee. Ja, die is ook van de partij dit jaar. Dus je kunt ons bereiken, denk ik, op 2 telefoonnummers. Misschien makkelijkst WhatsAppen, sms'en, bellen, dat mag allemaal. Postduiven, rooksignalen. Dat mag ook allemaal. Voor ons geldt dat 06-8179-1622. En dan bereik je mij, Bas. Of 06-46-54-0113. En dan bereik je mij, Robert. Check. Dus we zien jou, als het goed is, op Oudjaarsdag al vuurknallend. En wij komen langs met de vuurwerkbus. De verwenavond voor mensen met een kleine beurs op 16 december was een groot succes. Er zijn veel positieve reacties binnengekomen. De eerste ondernemer kreeg als dank een logo uitgereikt. Ondernemer met een groot hart voor mensen met een kleine beurs. Ik ben Renate Edelij van Renate Delicatessen. En wij doen mee omdat Minima het nodig heeft om in deze tijd extra steun te krijgen. En wij gaan ook allerlei dingen op die avond schenken. En het wordt vast een geslaagde avond. Nou, ik ben Joke Nieuwenhuis van Bakkerij Nieuwenhuis. De reden dat wij meedoen is dat wij het wel heel belangrijk vinden dat er ook voor de Minima toch een extraatje is, juist in die maand december. En nou, wij hebben gewoon best wel eens producten dat je denkt van, goh, we hebben het over. Hè? Wat moeten we er nou mee? Nou, als je dan op zo'n actie mee kunt doen en je kunt dan iets geven wat je over hebt, dan is het alleen maar goed, denk ik. Dus dat is eigenlijk de beweegreden voor ons om mee te doen. Nou, ik ben Renate Voortman van Lakeside. En wij willen eigenlijk dat iedereen het gewoon goed heeft, net als wij. En alles wat we kunnen, dragen we daaraan bij. Ik ben Frank Timmermans, wij zijn van Tijd Voor. Nou, wij doen aan deze actie mee, omdat je als je met elkaar wat dingetjes kunt regelen. En dan lijkt mij dat gewoon heel erg goed. Iedereen heeft gewoon het recht om gelukkig te zijn en te genieten van het leven. Dus al zijn wij net, net begonnen, kunnen we niet zo heel erg veel doen. Maar de volgende keer weer wat beter. Ik ben Floor Hogeveen. Ik heb 2 bedrijven in Nijverdal. Duarte dienstverlening, dat is een bedrijf voor schuldhulpverlening en budgethulp. En ik heb een rijschool en die heet Rijschool van Rijn.
En om het initiatief van Ria de Zwarte van Yes Be You te ondersteunen, want ik vind het een fantastisch initiatief, heb ik besloten om een donatie te doen voor de minimaavond 16 december. Nou, we hebben in overleg met mijn collega van Rijschool van Rijn hebben we besloten om een rijbewijs te doneren voor iemand die dat heel hard nodig heeft. Want een rijbewijs is soms gewoon het middel om een weg te vinden naar een nieuwe baan. Dus inclusief het theorie-examen en het praktijkexamen, het is gewoon echt een volledig rijbewijs voor iemand. Vanuit Duarte bied je ook nog wat aan voor de actie? Ja, voor de actie hebben we 3 trajecten bieden we aan voor mensen die een budgetscan willen van hun financiële situatie. En die daarbij een stukje op weg geholpen kunnen worden om uit te komen met hun inkomen. Dat is ons motto bij Duarte, om uit te komen met het inkomen wat er is en mensen te begeleiden naar financiële onafhankelijkheid. U bent van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de Wellen op vrijdag 10 januari van 3 tot 4:30 in het centrum. Drinkt u ook een drankje met ons mee? Op het einde van het jaar is het tijd om eens vooruit te kijken. Wat staat ons te wachten? Gerard Beukens, directeur van de Wellen, vertelt. We zitten onder de kerstboom en jullie hebben een cadeau gekregen. Wat is dat voor een cadeau? Ja, het is een cadeau waar we niet zo dol op zijn. Het is het cadeau van de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Maar goed, dat is een gegeven, zo langzamerhand. De gemeentes moeten bezuinigen, het Rijk moet bezuinigen. Ja, en dan moeten wij ook bezuinigen. Dus dat is onvermijdelijk. Maar dat het leuk is, dat is wat anders. Hoeveel procent moeten jullie bezuinigen? We hebben nu inmiddels 25% van ons budget ingeleverd. Gaat er nog meer komen? Ja, in 2016 daar staat er weer een bezuiniging. En dan hebben we rond de 30% hebben we dan ingeleverd. Nu hebben jullie een aantal bezuinigingen, daardoor ga je dingen anders doen. Wat verandert er zoal voor met name het sportieve vak? Nou, wij willen het voor de deelnemers willen zoveel mogelijk beperken. Die mogen eigenlijk niet de dupe worden van dit soort bezuinigingen. Dus dat willen we zoveel mogelijk beperken, dat staat voorop. Dus wat hebben we gedaan? We hebben gekeken naar bijvoorbeeld de gym en naar de watersoort, het zwemmen. Van hoe kunnen we die activiteiten overdragen naar andere partijen, zodat de kwaliteit toch doorgang vindt, mensen toch kunnen blijven zwemmen en sporten, en terwijl wij de kosten kunnen besparen. Gaat het voor de mensen dan niet meer kosten? Nou, we zijn altijd gedwongen om bepaalde kosten door te berekenen. Als wij van leveranciers meer moeten betalen, dan moeten wij dat ook doorberekenen aan onze klanten. Dat gaan wij altijd doen. Maar voor de rest, daarom mogelijk, willen we geen verhogingen. Zijn er personeelsleden daarom weggegaan het afgelopen jaar? Vanwege de bezuinigingen. We hebben in een 3-tal mensen afscheid van genomen. Die, ja, helaas, kon niet langer. Dat hebben we wel allemaal kunnen doen door tijdelijke contracten niet te verlengen. Maar goed, sommige mensen hebben 3 jaar gewerkt bij ons. Ja, en moeten we toch afscheid nemen. Dat is zuur. De vrijwilligers, gaat daar ook wat mee veranderen? Ja, we hebben al een gigantische groep vrijwilligers waar wij een beroep op kunnen doen. Nou, daar zijn we ontzettend blij mee. We hebben toch zo'n 700-800 geregistreerde vrijwilligers. Ik zeg dat er altijd bij, geregistreerd. Want iedereen kan wel zeggen, we hebben zoveel vrijwilligers, maar we hebben ze wel geregistreerd. En dat gaat in de toekomst alleen maar meer worden. Want de overheid zegt van, we moeten een groter beroep doen op vrijwilligers. We moeten meer zorgen voor elkaar, meer zorg voor de samenleving. En dat betekent dat er dus meer vrijwilligers moeten komen. En die moeten wel ondersteund worden, die moeten wel gecoacht worden, er moet continuïteit in komen, zodat het wel voortgang gaat vinden. Dus wij zullen alleen maar meer werk krijgen in het coachen van vrijwilligers. De manier waarop nu in de buurt een bezig is met allerlei projecten op te zetten, is dat ook een vorm van bezuiniging? In zekere zin wel, niet direct, maar wel op termijn. Want wat wij willen doen. We hebben een pilot gehad in Groot Lochter. Daar hebben we op 3 gebieden gaan we aan de slag. Individueel, groeps en het groen en grijs, zoals we dat maar noemen. Kijk, en als wij mensen kunnen vinden die zeggen van wij willen wel zelf een stukje groen onderhoud doen, dan bespaar je daar uiteindelijk de gemeente geld mee. En de tweede, de mensen krijgen een omgeving die ze eigenlijk graag willen hebben. Nou, daar zijn we aan het zoeken. En dan komt er ook nog de jeugdzorg bij. Ja. Wat gaat daar zoal veranderen? Nou, we hebben de transitie van de overheid, van de landelijke overheid gaat het naar de gemeentes toe. Dat betekent dat de gemeenten heel veel geld krijgen, maar ook heel veel geld moeten betalen.
En wij kunnen zeggen door op preventie te gaan zitten, samen met maatschappelijk werk, dat wij daarmee kunnen voorkomen dat jongeren in die dure zorg terechtkomen. En wij kunnen daarmee voor de gemeente kosten besparen en daarmee ook weer een bijdrage leveren aan de samenleving. Ziet u het komende jaar nog wel positief tegemoet? Ja, ik ben positief ingesteld. Ik ben uiterst positief ingesteld. En ik denk dat wij dat ook kunnen. Dit was alweer De Wellen in Beeld voor deze maand. Heel erg bedankt voor het kijken. En namens al mijn collega's bij Stichting De Wellen wens ik u een fijne jaarwisseling.